Echt. Oké. Wat we gaan doen... Ik heb hier een klokje. En wat we vandaag gaan doen, is... We gaan het allemaal splitsen in een minuut. Dus we gaan 40 seconden workout, 20 minuten rest, rust. Of om te wisselen van oefening. Okay? En ik ga, terwijl ga ik echt proberen mee te praten, te zeggen wat en hoe. Mensen, de tijd van topsport is al lang voor mij gedaan. Dat is al 15, 20 jaar geleden eigenlijk bijna. Dus verwacht dat ook niet van mij. Dat is ook niet... Ik wil dat eigenlijk iedereen het kan meedoen. Dames, plus 50, whatever. Okay? Een beetje nerveus zelfs. Informatief, dit is de zwaarste, de kortste. Zie, dat heeft allemaal verschillende lengtes. Dus dat is één sterkte, maar dat kortste. Dus ik kan deze twee gebruiken voor vandaag. Anyway, ik zal eigenlijk eens eerst zien welke oefeningen ik ga doen. Ja, dat is echt, hè. Hé. Hey. Oké, okay. Jij gaat dat mee onthouden. Ja? Jumps. Planks, plankje, V, dingen, de squats met de banden, de push-ups in turn, de defense met de banden, dat is altijd mijn favoriete bezigheid, defense, en bicycle buikspieren. Alright, mensen, we gaan eigenlijk ons, door oefeningen te doen, gaan we ons hartslag naar boven brengen, brengen we ons metabolic workout, waardoor dat we eigenlijk wat, hopelijk wat gaan verbranden en we dat ook een naburn gaan hebben, dus waar we ook daarna van gaan kunnen genieten. Alright? Dus nu heb je eigenlijk uw banden niet nodig. Je hebt ze bij de hand, je hebt je cold brew bij de hand, je handdoek. En mensen, ik kan eigenlijk niet meer springen, maar ik heb een brace aangedaan, dus toch gaan we eigenlijk, als je al wat deed opgewarmd, zoveel te beter, oké? Okay? 10, 9. Ik ga eens proberen. Voilà. Alright, we gaan gewoon beginnen. Even met wat jumps, mensen. Heel simpel. En wat willen we eigenlijk is een soort van opwarming gewoon. En dit doen we nu 40 seconden. Alright? Niet overdreven, gewoon alles wat los. Mijn vader zei vroeger, Pieter, allemaal los worden. Zo. Maar zo, door je armen naar boven te doen, en je wil heel je beweging. Ik zit in de fitnessguru. Als je al een personal trainer hebt, blijven gaan. Begin concurrentie. Voilà. Oei, we zijn weg. Dus ik weet eigenlijk niks. Ik zou wel willen zien hoeveel dat we eigenlijk gaan zijn. Oké, 20 seconden. Wat was het? Planken. We gaan planken. Daar hebben we onze banden nog niet voor nodig. Zelfs wel. Dus we gaan al op onze knieën zitten. We gaan niet planken. Zo, maar we gaan op onze ellebogen zitten. Heel vaak, dames, is dat de gevoel. Voilà. En we zorgen dat we eigenlijk altijd alles heel goed onder spanning houden. Dus je zegt eigenlijk druk op je bovenbenen, voor, op je quadriceps. Je brengt je buikspieren spannen op, je rug. En je gaat het wel voelen. Waar je het voelt, dat is misschien wel je zwakste punt. En ooit heb ik eens iemand gehoord dat gezegd dat je eigenlijk altijd een oefening moet doen die je het minste graag doet, omdat dat eigenlijk je zwakste punt is. Voilà. Dus als je het moeilijk hebt, mensen, houd vol. Want dat is teken dat je eigenlijk goed bezig bent. En dat is wat ik wil, ons hartslag naar boven krijgen. 40 seconden. We pakken een resistance band. We doen die rond onze benen. En we gaan er nog niet echt mee trainen. Maar ik wil dat je die altijd onder spanning houdt. Oei, mijn klak. En we gaan nu onze armen, oh, we zijn begonnen, naar beneden brengen. Naar elkaar brengen. Alright? En je zorgt dat je, als je naar beneden gaat, je benen en je armen niet op de grond raken. Dus je blijft altijd iets onder spanning. Dus je blijft altijd iets van een 10, 20 centimeter van de grond. Ook hier gaan we weer alles onder spanning brengen. Ik hoop dat het allemaal goed gaat daar thuis. Ik ben terwijl aan het denken wat de oefening hierna is zien. Ah, ik weet het. We hebben onze resistance bands nodig. We houden die aan, de resistance bands. Als je wilt. Cold brew time.
We zetten die boven de knie. En we gaan gewoon squats. En ik hou mijn armen altijd hier. Tel terug af. Onder spanning. In het begin lachte ik er altijd mee. Mensen met resistance bands. Dan dacht ik van, oh, dat voelde niet. Maar ja, yes, dat voelde wel. Echt. Alright. En eigenlijk ontdekken welke oefening we erachter gaan doen. Ah, ik weet het. Gaat het mensen thuis? Gaat het? Je kan eigenlijk nog ademen. Als alleen dat je kunt praten, zit je eigenlijk niet hard genoeg aan het trainen. Je moet ook sneller gaan. 4 seconden. Nu gaan we push-ups doen. Maar we draaien naar boven. Dus niet alleen push-ups. Daarna gaan we van links draaien. Je zult het wel zien. En houd die maar gewoon rond. Right? Maar dat hoeft niet. Dat je niet. Oké, klaar? Gewoon push-ups naar beneden. En dan gaan we draaien. En je zorgt weer dat je rug en je buik die spanning houden. Right? Up. Push-ups. En je gaat nooit tot op de volledige op de grond, hè. Je houdt altijd alles onder spanning. Hoe gaat het eigenlijk daar bij jullie? Alles goed? Hartslag naar boven. Ik ben weer aan het denken naar de volgende oefening. De volgende keer moet je dat toch opschrijven zien, hè. Hop. Haat is defensives. Ready? Hoppakee. We houden de resistance bands aan. En nu gaan we naar mijn favoriete bezigheid in mijn basketcarrière. Step slide defense. Verdediging spelen. Ik viel het liefst aan. Hoe gaat het daar bij jullie? Zie, een beetje kort ademig. Burn baby burn. Klaar? We buigen. Zie, gewoon vooral hè. Ja mensen, echt. We gaan naar links. We gaan naar rechts. En we houden alles onder spanning. Dat is ook een oefening die in het boekje staat. Woe. Die voel ik. Alright. Als je die zwaarder wilt doen, dan pak je gewoon een zwaardere of een kortere band, beste dames. Oké? Okay? Ik voel dit hardste in mijn kont, om mijn kont. Slide. Ja, gemoezen mensen, dat is wat we willen, hè. We gaan naar beneden terug. En nu gaan we buikspieren. Bicycle. Bicycles. Dus we gaan gewoon onze knieën naar elkaar brengen. Old school. Zie je nog, is het 20 seconden al? Ah, hier zijn we. Ready? Ook weer alles. We laten ons benen niet op de grond. En ook mijn schouders komen van de grond. Constant onder spanning. Right? Je zorgt dat die ellebogen die knieën raken. En als je mensen buiten adem zijn, zoveel te beter. Zijn dat nog niet? Dan kun je nog lang een tijdje doorgaan. Right? Onze hartslag naar boven. En daarna genieten van die afterburn. En voel je goed? Steken dat je met een match hebt gedronken. Zullen we nog één gaan of niet? Ja? Gaan we nog een. Resistance bij een snelle hand. Hele moeilijke lunges. Naar voor. Of naar achter. Zie. We zullen naar achter gaan gewoon. Zie. We gaan gewoon naar achter. Kijk. Hup. Heel belangrijk dat je eigenlijk je core goed stabiel houdt. Bij mij lukt dat als ik zorg dat mijn hiel op de grond blijft. Oké. Okay. Heb je geen resistance bands? Je kunt ze kopen bij ons. Zie ook met extra ribbels eronder dat ze niet te hard verschuiven. Heb je ze niet? Ah! Pieter, focus. Focus, hè. Ik doe er nog 2 extra. Kom. Ready. Goed. Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon blijven doorgaan. Because I love it. We gaan terugspringen.
mensen, dit ben ik. Dat is typisch eigenlijk. Niet veel zin in, maar als ik nu ga, dan gaan we dus gewoon door, oké? We gaan nu terug wat springen. Ready. Ja, kom aan. We zijn terug, begin, in het begin. Terug die hartslag naar boven. Oké. Okay. Ja, mensen. Top. Je kunt dat zo zwaar maken als je wilt. Die oefening bijvoorbeeld, als je die nu zelf wilt doen. Ik heb nu 40-20 gepakt, maar dan pak je 50-10. Ga ook wel doen. Als jullie positieve commentaren hebben hieronder, dan doen we er nog meer. En dan stoppen we ermee. Dat is nooit gebeurd. En dan verwijderen we hem. Was hem dat zien of nog één? Dat was hem. Mensen, ik zweer het nog niet. Maar dat is het eigenlijk. Dit is maar eigenlijk... Ik heb 9 oefeningen gedaan. Die doen we nu maal 2. Dus pak nu een minuut rust. Cold brew. Klaar. Relax. Die is ontaf, die gaan we niet doen. Eigenlijk wat er nu gebeurt, mensen. Door te vasten, ga je al je energie uit je vetten halen. Dat is 1. Waardoor we scherper en gezonder worden. Doordat we scherper en gezonder gaan worden, gaan de ontstekingen weggaan, gaan we terug willen sporten. Ten tweede, matcha weten we ondertussen. En dat we nu nog gaan sporten, wat je altijd kunt doen, sta 10, 20 minuten, half uur vroeger op, oké? Doe dat op zondag. Maak er gewoon no way of life. Oké, heel veel van jullie zijn al goed bezig. Ik zeg nooit, geen concurrentie naar personal trainers. Love you. Blijven gaan. Sportclubs, hopelijk snel lopen. Geen concurrentie. Dit kunnen we gewoon doen met allemaal. Ben je nog iets vergeten, Zino? Omdat ik al een tijd ook moet praten. Wat heel belangrijk is, dan ga ik, als er een volgende keer komt, dan ga ik ook zeggen waar dat je eigenlijk op je ademhaling moet letten. Dat is eigenlijk wel heel belangrijk, dat heb ik niet gedaan. Inademen, uitademen. Bij sport is ademhaling heel belangrijk. En natuurlijk, zie je, dat was niet gepland, maar toch voor de mensen die hadden gestemd, er waren 70 in mijn bloot lijf. Niet te dicht, hè, Zino. Niet te dicht, hè. Ik had mijn workout zo kunnen doen. Mensen, als sporter heb ik nooit zo scherp gestaan. Daarom vind ik het goed. Anyway, love you all. Oké. Okay. Volgende keer, schrijf hieronder. Je kunt je abonneren. Je kunt ons volgen. Ja of nee. Come on! Chaka! Ja! Matcha made me do it! Oké. Okay. Ciao. Love you all.